Why do you treat me so? Second leg is Darryl throwing first. Ja, die heeft ze nu dan een losse vlodder, maar blijft toch zakelijk, altijd. Het is zonde, hè? Laat eens een pijl vallen. Nou, voor sommigen kan het helpen. En ze zitten er mooi bij. Hij hoeft hem eigenlijk alleen maar er tegenaan te gooien. Die eerste twee stonden prachtig in het bord om die derde dart op te vangen. En dat deden ze. Toch knap, want die moet je even pakken. Omdat die pijl op de grond ligt, maar dat doet hij goed. 16. Ja, dat is dus om nog even terug te komen op het lidmaatschap. Dat is dus de basis. Dus iedereen die nu zit te kijken en denkt, hey, ik wil eigenlijk ook wel eens gaan darten. Bezoek onze website van de Nederlandse Dartsbond. Word ergens lid en je kan gaan darten. Dat geldt dus ook voor jeugd. We zagen hier de prachtige jeugdfinales. Ja, wie weet sta jij er volgend jaar? Hij viel mij zeker niet tegen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Jeugddartsport in Nederland, daar zit het wel goed mee. We hebben zoveel verenigingen en jeugdbegeleiders en toernooien die zich keihard daarvoor inzetten. Veel meer in vergelijking met andere landen. Trouwens, Fitten gaat naar een 10-darter, hè? Net geen 9-darter, maar die staat lekker te gooien, hoor. In deze leg. Mocht ook wel weer. 140. Dat is knap. Ja, hoor. Een 10-darter. Nou, dat zie je ook niet zo vaak.